Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Elite.nl, oftewel Jeff. En welkom op MW3. Deze video is eigenlijk gewoon een beetje, ja, ik liep gewoon te kloten hier al en ja, een beetje trollen en zo. Dat zul je ook wel zien. Zo direct gooi ik ook die portable radar gewoon 100 keer tegen die vrachtwagen aan. En ja, ik liep gewoon te spelen, weet je. Ik liep gewoon een beetje niks te doen. En dit is een potje van de week. Ik had zoiets, nou weet je wat, ik kan hem wel gaan uploaden, want dat trollen ertussen door, dat was wel grappig. Maar goed, daar wil ik het niet al te veel over gaan hebben. Gisteravond, of vannacht eigenlijk, heel laat, heb ik een aantal video's zitten kijken. Onder andere eentje van Fissionator. Nou, iedereen kent Fissionator ondertussen wel, geloof ik, hè. Als je hem niet kent, check dan gewoon even Fissionator, gewoon op YouTube en dan komt het allemaal wel goed. Vis had gistermiddag een videootje geüpload. Die heb ik niet meteen kunnen kijken, omdat ik ook gewoon aan het werk ben. Maar gisteren, ja, laat heb ik eigenlijk zijn video zitten kijken. En ik schrok een beetje. Toen ik die video zat te kijken, dacht ik eerst instantie van, what the fuck is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Op een gegeven moment kreeg ik een stukje te zien en dat was dan ook van... een of andere tv-programma, ik ga het gewoon niet zeggen, maar van een of andere tv-programma. En ja, dat vond ik wel, dat stukje had ik al een keer gezien. En dat had ik ook al een keer gezien op de televisie. En Fizz, die heeft mij dat ook al een keer laten zien. En ik had zoiets van, waarom upload je dit? En toen kwam, ja, die droevige muziek zat er ook bij. En ik dacht zoiets van, weet je, of ze zijn aan elkaar, of ze is heel erg ziek. Of er is iets heel ernstig aan de hand. En ik bleef eigenlijk die videootje kijken en ik werd doodstil. En op een gegeven moment had ik die video gekeken. Daarna ben ik gaan kijken in de reacties. Wat de reacties zijn van mensen. En daar schrok ik echt heel erg van. Daar schrok ik eigenlijk nog meer van dan het bericht van Fizz. Ik ben nu ook even stil, want dan kan ik even jullie een beetje na laten denken. Veel van jullie zal hem vast wel gezien hebben en die zal ook vast wel die reacties hebben gezien. Maar dit soort berichten, jongens, die men stuurt. En ik weet ook niet waarom. Ik weet niet waarvoor. Maar ik vermoed gewoon dat het gewoon een... 2-3 personen zijn die de hele avond of nacht, want daar later berichten, kanalen hebben lopen aanmaken met vage teksten en zo. Van zit er een draadje los in je hoofd? Dit soort shit hoort niet op YouTube. Weet ik veel allemaal. What the fuck? Er zijn veel ergere dingen, jongens, wat juist niet op YouTube moet. YouTube moet je een beetje zien als een televisieprogramma. In televisieprogramma's worden natuurlijk uitzendingen gedaan voor cabaretiers. Lachen, fun, lol. Er worden films gespeeld. Hè? Wordt hier ook allemaal in gedaan. Hier heb je ook fun video's, toch? En daar horen ook af en toe eens gewoon berichten bij wat droeviger is. En als ik je dat niet aanstaat, dan klik je gewoon die video weg. En dan ga je niet dit soort berichten posten. Ik had zoiets van... Ik zal er maar niet op gaan reageren, want ik werd echt pissig. En ik heb ook zoiets van, jongens... Denk even na voordat je een bericht post. Want dit kan niet. Heb eens even fatsoen en wat respect in je sodemieter... voordat je weer eens op het internet gaat, weet je? Ik hoop ook dat die mensen deze video zien die dit soort berichten hebben gepost. En ik vraag ze dan ook, want je hoeft jezelf niet eens bekend te maken. Hè? Maar ik vraag jullie ook, verwijder deze berichten, want dit gaat helemaal nergens over. Denk even na. Heb je zelf wel ooit eens een vriend gehad of een vriendin? Weet je, die zomaar bij je weggaat, waar je echt van hield. Je alles. Je liefie. Je chickie, je schatje. Snap je wat ik bedoel?
Vince die vertelde erin dat zijn vrouw bij hem weg is gegaan. Zijn vrouw. Hij was al getrouwd. Of hij is nog getrouwd. Ik hoop het wel en ik hoop ook zeker dat voor Vince dat het goed komt. En dat meen ik echt serieus. Ik ken Vince al langer dan vandaag. Ik ken Vince privé. Zijn vrouwtje ken ik ook. En voor beide vind ik het heel erg dat het eigenlijk kapot gaat, weet je? Hoe noem je dat? De verkering, de liefde. En waarschijnlijk zal er wel wat tussen zitten en zal er wel wat aan de hand zijn. Want je gaat niet zomaar uit elkaar. Het is niet zo van, nou ik ga nu uit elkaar, want weet je, weer eens wat verandering. Nee, doe je niet. Vooral niet als je eigen huis hebt. Vooral niet als je getrouwd bent. Vooral niet als je heel veel hebt meegemaakt. Zoals deze twee personen. Jongens, heb eens respect voor elkaar. Wij zeggen ook alles. Wij kramen ook alles uit. Wij doen ook alles maar op YouTube. En wij heb ik het ook over commentators. Hè? Kleine, grote, middel, maar gewoon YouTubers. Iedereen zegt wat. Ik ben ook zo'n persoon. Ik zeg altijd alles. Wat in me opkomt, dat zeg ik meteen. Bam. En ja, denk eens na. Wordt het gezegd met een geintje ja of de nee? Snap je? Maar dit soort berichten, jongens, hou ik echt niet van. En ik heb ook zoiets van, heb je nog steeds de lol erin? Dan mag je ook op mijn kanaal gewoon unsuppen. Want dan gun ik jou geen fun meer met mijn video's. Mensen, ik zal in ieder geval zeggen, ik zet de link in de beschrijving en steun Vis gewoon even door middel van een duimpje omhoog te geven. Je hoeft niet eens een bericht achter te laten, maar geef Vis dat duimpje omhoog als steun. Jongens, bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Ciao.